Ik ben Maria de Kortenaar en ik maak porseleinen objecten. Porseleinen objecten en op een manier die nerikomi heet. Nerikomi betekent eigenlijk dat je ingelegd porselein maakt, gekleurd porselein. Ik ga jullie laten zien hoe je een porseleinen blok opmetselt in een overloopkleur. Daarmee bedoel ik dat je van donker naar licht metselt. Met dat blok ga ik jullie laten zien hoe je een plak in elkaar kunt zetten. En daarna laat ik zien hoe je van een plak een pot in elkaar zet. Dat ziet er heel smerig uit, omdat ik alles met zwart porselein aan elkaar zet. En aan het eind zie je dus ook een heel vies potje. Dat hele vieze potje ga ik dan schoonkrabben. En tot slot zie je dan weer een leuk object tevoorschijn komen. Een nieuw kleurtje maken en daarmee ga ik zo meteen een blokje maken waarin je verschillende gradaties van die kleur ziet. Ik ga nu een soort celadon kleur maken, even een kuiltje maken, zo. Ik los het een beetje op. Nou, het begint al aardig homogeen kleur te worden. Dan gaan we nu deze van donker naar licht over laten lopen. Ik heb hem een rechthoekig blokje gemaakt. Ik wil dat de donkerste kleur aan de buitenkant komt. Daar snij ik vast even een stukje voor af. Die zet ik hier. Ik maak van wit een even groot blokje. En dan ga ik dat diagonaal doorsnijden. Dat doe ik ook bij de witte. Dan leg ik de witte op de witte, de gekleurde op de gekleurde. Ik leg ze tegen elkaar aan. Ik begin eerst met hier in tweeën snijden. Als ik dit dan nog een keer in drieën snij, en deze ook. Nou, dan hebben we een heel precies overloopje, waarvan dit de hardste kleur is. Deze volgt daarna. Ik ga dit nu even doorkneden. Nou, zo zit het wel goed doorheen. Die leg ik hier. Dat ga ik met allemaal doen. Nu kun je zien dus dat die van heel licht naar donkerder loopt. Ik ga nu allemaal gelijke strookjes maken en die zet ik tegen elkaar aan, zodat je een blok hebt waarin je die overloop hebt. Ik begin dus met de donkerste. Zo. Mag ik ze even zorgen dat ze allemaal even lang zijn. Nou, je ziet dat het heel mooi geleidelijk overloopt. Nu heb je een blok waar je plakjes van kan snijden. Nog even een beetje slaan, dat die goed stevig aan elkaar zit. Nou, dan probeer ik die naden een beetje weg te werken. En dan zie je dat het echt bijna onzichtbaar overloopt. Nou, dat blok heeft gerust en we gaan hem nu uitpakken en maken tot een plak. Nou, dan ga ik nu allemaal kleine plakjes maken. Redelijk dun. Ik heb hier twee latjes neergelegd met plastic ertussen. En die latjes zijn ervoor. Ik heb besloten dat ik hem niet hoger dan 12 centimeter wil.
Dus ik leg deze stukjes tegen het latje aan. Hier is een plak witte klei. En die ga ik eronder zetten. Nou, die zetten we er tegenaan. Deze eroverheen leggen dan. Hè. Zo. En even met de roller de boel aanduwen. Ik ga even kijken hoe deze plak nu geworden is. Die heeft even liggen rusten. Omdat die kleurtjes allemaal aan elkaar moeten wennen. En alles even vochtig moet zijn voordat je het in elkaar gaat zetten. Dus zo'n plak die, als ik hem gemaakt heb, leg ik hem minstens 24 uur weg. En dan ga ik hem de onderkant afsnijden. Zodat hij goed recht is. Dan ga ik aan één kant een haakse hoek maken, zodat ik daar een goede rechte lijn heb om straks op aan te sluiten. En dan meet ik eventjes hoe lang ik denk dat die plak is en wat ik ga gebruiken. Ik heb het zo uitgemikt dat ik ongeveer die tussenstukken overal even groot wil hebben. Dus ik heb hier een klein stukje en dan tijdens het bouwen wijst het zich vanzelf hoe groot het laatste stukje gaat worden, maar dan weet ik dat het ongeveer uitkomt. Ik heb uitgerekend dat ik 45 centimeter lengte heb. Een cirkeltje geknipt met een omtrek van 45 centimeter. En daar ga ik nu een bodempje van maken. En het rondje uitsnijden. Ik werk eigenlijk altijd met handschoenen aan, omdat die gekleurde klei, die kleurpigmenten. Ik haal nog alles kleurpigmenten uit China. Als ik daar werk, neem ik ze mee. En je weet nooit wat erin zit. Het is een heel druk patroontje, dus ik kies voor niet al te veel blokjes om hem uit op te bouwen. Vanwege dit patroon heb ik bedacht dat ik kleine blokjes maak van het geel en iets grotere blokjes van het tussenstuk. Dus nu ga ik hem snijden vlakbij het geel. Het lapje waar die op ligt is vochtig. Anders krijg je dat het, als het op sommige plekken eerder droog is, dan gaat het ook een beetje vervormen. Dan ga ik nu het eerste stukje nemen. Ik heb besloten dat ik het, zoals ik dat altijd doe, ietsje laat verspringen. En het mooiste is natuurlijk om die gele die er iets bovenuit piekt, ook echt iets bovenuit te laten pieken. Dus deze ga ik een klein beetje korter maken. En dat doe ik met al deze stukjes. En dit is mijn eerste stukje wat ik op die plak ga zetten. Zo. Dan heb ik zwarte porseleinslip gemaakt. En met dat zwart zet ik het aan elkaar. Omdat ik het leuk vind om de naden echt zichtbaar te maken. Dit is het eerste stukje. Ik duw hem goed aan. Dan kan je zien dat de met het gele streepje iets langer is. Omdat ik van die andere een klein reepje afgehaald heb. Iedere keer goed op die bodem vastdrukken. En als je de bodem hebt gedaan, dan ook even aan de onderkant het slip goed in die naad. Dan ga ik nu even al die naadjes nalopen voordat ik het laatste stukje erin zet. Dan doe ik eerst aan de buitenkant aan de onderrand. Met mijn nagel er langs om echt even te zorgen dat die naad hier goed dichtgesmeerd zit. En dan al deze dingen nog een keer extra nalopen. Ik heb hem nu helemaal dicht. Normaal gesproken zou ik, dan voel ik eigenlijk even of die overal even zacht is. Als het heel erg droog is hier, wat wel eens het geval is, dan merk je dat één kant droger is dan de andere. Dan spuit ik even een plastic zak in met de plantenspuit. Plastic eroverheen zet ik hem een uurtje weg.
Dan is het weer overal even tochtig. Nou, het laatste stukje ertussen. Dan zit die bijna in elkaar. Dan lopen we alle naden nog even langs van het bovenste randje. En dan moet hij een beetje steviger worden. En als hij min of meer leerhard is, dan kan je het zwart eraf schrapen met een blikken lomertje. Meestal zet ik ze, als ze er zo uitzien, een dag, twee dagen onder drie lagen plastic weg. Deze is nu een beetje droog geworden als het goed is. En dan gaan we hem schoonmaken, afwerken. En dat doe ik door met het blikken lomertje erlangs te schrapen. Zodat het patroon tevoorschijn komt. Ik zet mijn object eerst een week of twee te drogen. En als hij echt helemaal droog is, ga ik hem stoken. Ik stook maar één keer. En is ook heel langzaam tot 550 graden. En daarna zo snel als het kan naar 1250 graden. Ik glazuur dus niet. Want mijn werken zijn mat. En ik gebruik ook geen matte glazuur. Het werk is waterdicht omdat het op 1250 graden echt dichtgesinterd is. En dat is voor mij meer dan genoeg.